FC Utrecht is misschien wel een van de meest iconische clubs in Nederland. Eigenlijk staan ze altijd wel in die top 8. En ze hebben zelfs al een aantal KNVB-bekers binnengehaald. Alleen dit seizoen staan ze onderaan de Eredivisie. En omdat jullie het zoveel hebben aangevraagd, ga ik vandaag FC Utrecht redden. Het is tijd om afscheid te nemen van Ron Jans en zelf de club over te gaan nemen. Daar zijn we welkom in de Galgenwaard. En dit wordt geen makkelijke taak. Aangezien Utrecht vorig jaar 7e is geworden, doen we niet mee aan Europees voetbal. Nu is dat voor een club als Utrecht helemaal niet zo gek, maar daar wil ik verandering in gaan brengen. En om te bedenken dat ze in het echt ook verliezen van de makkelijkste ploegen, is er duidelijk iets mis met dit team. En het is aan ons om uit te zoeken wat dat is. En als ik even naar het team kijk, ja, het is niet al te best. Gelukkig hebben we nog wel wat spelers om het te verbeteren. Laten we eerst eens de formatie aanpassen. Ik bedoel, na het aanpassen blijft er best een oké team over. We hebben alleen niet het grootste budget, dus daar moeten we wel mee gaan oppassen. Ik ben er nog niet helemaal uit waar het probleem ligt, maar we moeten wel op zoek naar een nieuwe middenvelder. Zowel Labiat als Toornstra beginnen gewoon oud te worden. En we hebben nog een probleem, Hugo Nova. Misschien wel een van de beste spelers die we hebben hier op rechtsbuiten, maar hij is dus niet van ons. En daarnaast weet ik ook niet of onze linksbuiten het echt gaat doen voor ons. Ons doel is duidelijk, we moeten op zoek naar een nieuwe middenvelder en nieuwe buitenspelers. En ik hoop dat we daar genoeg geld voor hebben. Maar voordat we spelers gaan tekenen, we moeten eerst een tactische visie instellen voor dit team. En ik denk met een spits als Seuntjes, een lange trap vooruit, dat moet kunnen werken. We moeten natuurlijk wel spelers zien te tekenen die passen bij die tactieken. We hebben dus snelle buitenspelers nodig die graag rennen. En een middenvelder die een goede paas in de voeten heeft. En voor dit budget zou ik echt even niemand weten. Dus ik ging op onderzoek uit. Oké, wat dacht je van deze Stefan Bajcetic? Aan zijn statistieken te zien heeft hij een goede paas en een goed uithoudingsvermogen. Dus dat is precies wat ik zocht. Het probleem is wel dat hij bij Liverpool speelt en dat hij waarschijnlijk een duur salaris heeft. Maar we gaan het gewoon proberen. Elke euro telt, dus laten we een bod doen van 4,5 miljoen. En dat accepteren ze al. Kijk, daar was ik bang voor. Hij heeft een huidig salaris van 15.000, wat gewoon heel erg veel is voor een ploeg als ons. Maar hij is bereid om een paycut te nemen voor 10. Dus dat accepteren we. En daarmee halen we Stefan Bajcetic naar de club. Een goede vervanger op het middenveld. Ik ben benieuwd of die wat belangrijks voor ons kan betekenen. Het probleem is, nu hebben we nog maar 12 miljoen over. En op zoek gaan naar een nieuwe linksbuiten, als wel rechtsbuiten, wordt heel lastig. En aangezien Novoa toch voor een jaar bij ons blijft, wil ik op zoek naar een nieuwe linksbuiten. En wat dacht je van deze Antonio Nusa van Club Brugge? Een opkomend talent in België. En voor 3,5 miljoen kunnen we hem misschien al binnen zien te halen. En dat accepteren ze ook. En dus halen we Antonio Nusa naar de club. En met Nusa in ons team ziet het er al gelijk een stuk beter uit. We hebben nog 9 miljoen over, maar dat wil ik even bewaren tot januari. Want wie weet kunnen we tegen die tijd iemand vervangen waar we het echt nodig hebben. Ondertussen is het bijna het begin van het seizoen. En wij hebben ons team al flink verbeterd door het tekenen van Stefan Bajcetic en Antonio Nusa. En tijdens de seizoensopening kunnen we kijken of het werkt wat we aan het doen zijn of niet. En onze eerste wedstrijd is tegen NEC Nijmegen. Bajcetic door iedereen heen. Bajcetic! En dan de redding van Sillissen. En dan gaat het achterin helemaal fout. Tafsan terugleggen, dan het schot. 1-0. Matson scoort voor NEC. Larsen geeft hem voor tweede paal. Daar weer een kans. En dan de redding. Mooi geleverd. Bal voor Matson, 2-0. Novoa. Tussen iedereen door en daar is Toornstra. 2-1. Prachtig uitgespeeld. En achterin ging het nog een keer fout. Dan gaat Matson weer. Matson weggestuurd. Keeper komt uit en dan is het binnenschieten voor Larsen. En dan doet hij en dan is het 3-1. Binnen een half uur. Paas, gooit die bal voor. Matson, oké. 4-1. Oh, wat een voorzet. Van onze eigen speler en dat wordt bestraft. Weer Matson. En zo gaan we met 5-1 de rust in. 5-1. Het is duidelijk, dit werkt niet. Tijd voor een andere tactiek. Laten we dit proberen. En de tweede helft was al een stuk beter. Nusa. Oh, wat een paas. En dan kan Seuntjes het niet afmaken. Toornstra. Afleggen. Seuntjes. Nog een keer afleggen. Nu dan. Nee. Ook Ramselaar mist. Tafsan. Legt hem terug. Daar is Bastos. Nee. Dat is... Ik heb geen idee wie dit is. Het is in ieder geval 6-1. Dost. Dost nog steeds. Bas Dost. Ja. 7-1. En zo eindigt deze wedstrijd. Dit was dramatisch. 7-1 verliezen van een club als NEC, dat kan gewoon niet. De opstelling is blijkbaar niet wat werkt. De tweede helft was beter, maar het is nog steeds niet hoe ik het wil hebben. Ik denk dat we wat meer verdedigend moeten gaan spelen. En ons team moet echt beter. Maar daarvoor hebben we geld nodig. We hebben maar 10 miljoen. Gelukkig hebben we wel wat spelers op leeftijd die we misschien kunnen verkopen. Ik bedoel, 33 jaar en ik viergever. Spijt me. Het is tijd om te gaan. Ik denk dat we wel voor een nieuwe linksachter moeten gaan. Hij is al 33 jaar oud.
goed. Vind ik hier Homan Ahmed. Hij is op zoek naar een nieuwe club. Hij is net zo hoog en 10 jaar jonger dan onze linksachter. Dus misschien is dat een goede optie. Laten we hem in ieder geval naar de club halen. Hopen dat hij het in ieder geval al volhoudt tot januari. En misschien kan hij zelfs wel groeien daar. Voor we verder gaan wil ik iedereen nog een ontwikkelingsplan geven. Ik hoop in de aankomende wedstrijden dat we met onze nieuwe teamstrategie er veel meer uit kunnen halen. En we gaan onze nieuwe aanwinsten Nusa en Bicentage hard nodig hebben in de aankomende wedstrijden. Dus ik hoop dat hun dat kunnen laten zien. En terwijl onze nieuwe sterren straalden in de Eredivisie en goal na goal meepakten, is de dramatische start niet veranderd. We staan 9e in de Eredivisie. Gelukkig gaat het met het team hartstikke goed en groeien ze ook lekker snel. En dat komt omdat ik de topcoaches heb binnengehaald die ik kon vinden. En dat betekent dat we allemaal plusjes krijgen bij onze spelers. Onze spits is gewoon een plus 5. Als we nog iemand binnen willen halen, dan moet dat nu gebeuren. Het is namelijk deadline day. Tot nu toe ben ik blij met onze nieuwe links achter. De enige die voor mij echt niet werkt is Mats Seuntjes. Dat werkt gewoon niet. En 10 miljoen kunnen we daar echt een goede spits voor binnenhalen. Nu heb ik deze spits gevonden. Ben Seguir, 18 jaar, 72 algemeen. Ik denk dat dit hem is. We moeten het gewoon proberen. Ze willen er 5,1 miljoen voor. En dat accepteren ze. En dus halen we Ben Seguir naar onze club. En oké, het is misschien niet de grootste upgrade, maar wel één voor de toekomst. Dus ik hoop dat hij ons wat kan brengen. Ons budget is in ieder geval op. En zo eindigt deadline day 2023. Ons team ziet er oké uit, maar dit is wel waar we het mee moeten doen tot januari. En ik hoop dat Ben Seguir ons kan helpen naar de top. Ik denk dat we ook wat vaker moeten roleren. Ik bedoel, Seuntjes mag heus nog wel een paar wedstrijden starten. En hetzelfde voor Labiat. En dat mogen ze ook zeker in de volgende wedstrijd tegen Vitesse. Daar gaan we. Nusa! 1-0 voor Utrecht. Waar is de teach? Naar Nusa. Nusa! Nope. Jaagt hem over. Penalty Vitesse. Van Ginkel. Tegenover Barkas en die redt. En zo eindigt deze wedstrijd. Een matige overwinning op Vitesse. Het team is er nog niet klaar voor. Maar met de volgende wedstrijd opkomend tegen AZ moeten we hopen dat de nieuwe aanwinsten zich kunnen laten zien. Want ik weet niet zo goed wat ik kan veranderen. Kijken of we daar wat mee kunnen. We spelen namelijk tegen de nummer 2. Ik ben benieuwd of we wat kunnen doen tegen dit AZ. Ben Seguir. Afleggen. Waar moet ik heen? Novoa. Novoa. 1-0 Utrecht. Ben Seguir. Tussendoor naar Nusa. Nusa, het hakje wordt ingelopen door Bart Ramselaar. En dan is het 2-0. Bajsetic draait op. Bajsetic, oh, onderkant lat. Onze nieuwe topmiddenvelder. De Wit legt hem terug, Pavlidis. Legt hem nog een keer terug en daar is dan de goal. Uit het niks. Bajsetic. Bajsetic, een meter of 20 en hij maakt weer een wereldgoal. Zijn tweede deze wedstrijd. Volle kracht. Met 110 km per uur zelfs. Wat een goal. En zo eindigt deze wedstrijd. En winnen wij 4-1 van AZ. En ik ben meer dan tevreden. We kunnen niet alleen meedoen aan de top van de Eredivisie, maar ook wedstrijden winnen. En dat is belangrijk om in de gaten te houden. En helemaal als onze volgende wedstrijd is tegen niemand minder dan Ajax. Momenteel staan we dus 7e in de Eredivisie, maar we klimmen wel omhoog. En Ajax staat eerste. We wonnen van AZ. Kunnen we het nu ook laten zien in de Johan Cruijff Arena. Oh, bal veroverd van de bomen in de handen van Barkas. Bajsetic is geblesseerd. Ben Seguir, nope. De onderkant lat eruit. Mots legt hem terug met Katatse nog een keer. En dan het lopje van Forbes maakt het 1-0. En zo eindigt deze wedstrijd. En verliezen we van Ajax. En dat we verliezen van Ajax is echt de minste zorgen. Stefan Bajsetic ligt eruit voor 2 maanden. Misschien wel de beste speler die we hadden op dit moment. En nu moeten we hem gewoon gaan vervangen door Bosdogan. Ik hoop dat hij het een beetje kan opvullen. En na deze wedstrijd vlogen we door het seizoen heen. En wonnen we zelfs van clubs als Feyenoord en PSV. Maar het was niet genoeg, want halverwege het seizoen en we staan nog steeds op de 7e plek. En het is wel januari, wat betekent dat we weer transfers kunnen maken. Maar goed, met een budget van 4 miljoen gaan we niet heel ver komen, denk ik. Gelukkig is Stefan Bajsetic wel weer terug in de selectie. Probleem, aan het einde van het seizoen gaat Novoa er vandoor. En ik vind het eigenlijk wel een hele goede speler. We kunnen kijken wat ze willen hebben om hem te kopen. En ze accepteren 4 miljoen. Oké, dat had ik niet verwacht. En dus halen we met ons laatste geld Novoa permanent naar onze club. En dus is dit ons team voor het aankomende seizoen. En ik hoop dat we volgend seizoen meer kunnen verbeteren. Maar voor nu ben ik redelijk tevreden. En met die aankoop eindigt de deadline day. En is het tijd voor de volgende wedstrijd tegen FC Twente. Dan sta ik hier. Ben Seguir, de redding van de keeper van Twente. Novar legt hem terug van Wolfswinkel. Goal en dan de redding, Barkas. Wel wordt neergelegd en dat is een penalty. Flap tegenover Barkas. Flap scoort. En dan is het 1-0 voor Twente. En wordt het nog een lastige wedstrijd.
Ramselaar. Ramselaar, redding Oederstal. Vornstra met de hoekschop op maat. Sanjan. En dan is het 1-1. Oh, daar gaat Van Bergen langs de man. En hij lopt over de keeper heen. En dan is het 2-1 Twente. En zo eindigt deze wedstrijd. En verliezen we van FC Twente. Het is het einde van seizoen 1. En uiteindelijk hebben we ons nog terug kunnen vechten naar de nummer 5 positie. En ons team is ook aardig aan het groeien. Ik ben niet ontevreden. We hebben wel een flink probleem. Aangezien wij al ons budget hadden gebruikt, konden we niet de contracten van bepaalde belangrijke spelers vernieuwen. Gelukkig zijn ze allemaal wat ouder. Oftewel, volgend seizoen moeten we flink wat gaan aanpakken. En helemaal als we mee willen doen aan de top van de Eredivisie. Stefan Bajcetic is bijvoorbeeld al een plus 3. En Antonio Nusa is gewoon een plus 7 omhoog gegaan dit seizoen. Wauw. En ook Novoa is plus 4. En niet te praten over Ben Seguir. Wauw, wat is hij goed geworden. Het probleem wat we in het begin van het seizoen hadden met onze middenvelders en onze buitenspelers is in ieder geval opgelost. Nu de verdediging. Eén ding is zeker, dit eerste seizoen bij Utrecht hebben we een sterke basis neergezet om volgend seizoen op vooruit te werken. En als dit zo doorgaat, dan denk ik dat we volgend jaar misschien wel kunnen concurreren in de Conference League. Seizoen 2 en we hebben een groot probleem. Allebei onze verdedigers zijn er vandoor en we hebben geen reserveverdedigers meer. Dus dat is een belangrijk punt dit seizoen. Het probleem van vorig jaar is ook niet helemaal opgelost. Toornstra is echt aan vervanging toe. Hij is ondertussen 35 jaar oud. Ik denk dat dat wel is. We moeten dus een nieuwe verdediger binnenhalen en een nieuwe middenvelder. 27 miljoen is redelijk. Het is niet het grootste budget. Misschien moeten we gaan voor deze jongen, Bilal El Kanous. Ze willen 14 miljoen voor hem en ik denk dat hij perfect past in ons team. En 14 miljoen accepteren ze ook gelijk. En dus halen we El Kanous naar FC Utrecht. Het is in ieder geval een flinke upgrade voor Jens Toornstra. Volgende probleem, een centerback. We hebben al best veel van ons budget gebruikt. We hebben nog maar 12 miljoen. En ik wil ook even hier tussen kijken, want deze is bijvoorbeeld 69 algemeen en 18 jaar. Er staan gewoon heel veel spelers tussen die voor ons basiselftal kwaliteit kunnen zijn. Zoals deze Giacomo Sala. Of deze Giacomo Romeo. Of misschien deze Patrick Mainka. Die al 75 algemeen is. Ik denk dat we ze gewoon alle drie binnen moeten halen. En dat is ook precies wat we doen. En dat geeft ons niet alleen diepte in de selectie, maar ook op de bank en de reserves. En we houden nog 10 miljoen over wat ik eigenlijk wil gebruiken voor een nieuwe linksachter. Die ik namelijk heb gevonden is deze Valentin Barco. En hij is 19 jaar, 73 algemeen. Maar hij speelt wel bij Liverpool, dus een hoog salaris. En besluit ik in ieder geval binnen te halen. Ik denk dat we daar al ons budget mee hebben opgebruikt. De rest moeten we gebruiken op contracten, zodat spelers niet zomaar weer weggaan. En de eerste wedstrijd van het seizoen komt eraan tegen Feyenoord. Ik weet niet of ons team hier klaar voor is, maar we gaan het gewoon proberen. Ik bedoel, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En vanaf het begin ging het al helemaal mis. Ik zou over bij zijn man. Pike zou binnenkomt al eruit en dan Jiménez. 1-0 Feyenoord. Dildozoen. Dildozoen met ruimte redding van Barcos. Dildozoen. Oh, dan wordt Jiménez neergelegd door de nieuwe captain, Mainka. Santiago Jiménez. Tegenover Barcas. Scoort. 2-0 Feyenoord in 25 minuten. Dit is geen goede start van het seizoen. Moussa. Moussa tussen iedereen door en wordt neergelegd. En dan is dat een penalty voor Utrecht. Het gaat er hard aan toe in de Kuip. Ben Seguir. Met volle kracht in de kruising. En dan is het 2-1. Het kan nog. Paixão. Paixão voorbij zijn man weer neergelegd. En weer een penalty. Weer Santiago. Jiménez. Maar nu redt hij hem wel, Barcas. Jiménez, waar gaat hij heen? Hij legt hem terug en dan is het makkelijk intikken. 3-1 Feyenoord. Ramselaar nog een keer. Nusa. Nusa. 3-2. En zo eindigt deze wedstrijd. En verliezen wij de seizoensopener van Feyenoord. De transferperiode is ondertussen gesloten. En dat betekent dat we met dit team zitten tot het einde van het seizoen in ieder geval. En Bajcetic. Het wil hem gewoon niet meer lukken sinds die blessure. Ik hoop dat hij zijn vorm op kan pakken. Anders heb je hier altijd Bosdogan nog, die ja, wel goed op dreef was. Dit seizoen zie ik als een heel belangrijk seizoen. Vooral omdat we, als het goed is, meedoen aan de playoff rondes van de Conference League. Als het goed is. Maar ook als tussenseizoen, want we hebben nu een team gebouwd wat jong is en wat veel potentie heeft. Dus elk seizoen ertussen laat ons team groeien. Voor nu is het in ieder geval tijd voor Conference League voetbal. We zitten in groep F met Hoffenheim, Aberdeen en Elfsborg. Die clubs heb ik nog nooit van gehoord. Maar goed, we moeten ze niet onderschatten. En meteen vanaf de aftrap begonnen we sterk. Nusa. Ben Seguir langs de man. Ben Seguir wel gelijk in de wedstrijd eigenlijk. 1-0. Bosdogan tussendoor. Ben Seguir het lopje op de lat. Maar Hoffenheim had maar één kans nodig. Richa. Gaat de binnen. Go uit het niks. Valt die binnen.
Oh, en dat was de handrem van Sanja. Het kan niks anders zijn dan rood natuurlijk. Modibo Sanjan mag naar de kant. Nu dan een kans voor Hoffenheim redding Barkas. En zo eindigt onze eerste Europese wedstrijd in een gelijkspel. Europees voetbal is misschien niet voor ons weggelegd. Ik denk dat we ons ook eerst moeten focussen op de Eredivisie. Want dat is ons uiteindelijke doel natuurlijk. Alhoewel het team steeds beter en beter wordt... heb ik het gevoel dat de andere teams dat ook worden. En de volgende wedstrijd opkomen tegen PSV, die op dit moment achtste staan. Heb ik er met dit team op zich wel vertrouwen in? Nou, ik ga natuurlijk spijt krijgen zodat hij dit gaat doen. Maar we gaan hem simuleren. En we spelen gelijk tegen PSV. En gelukkig wisten we Europees niet te verliezen. Ondertussen zijn er 11 wedstrijden gespeeld. En we staan gewoon tweede in de competitie. Kijk, en het team gaat ook de goede kant op. Ik weet niet wat er aan de hand is met Bajčetić. Maar ik hoop dat hij zich snel beter voelt. Het is in ieder geval matchday tegen AZ. En die gaan we ook gewoon simuleren. Want dit is een tussenseizoen, zoals ik al zei. Die verliezen we helaas 2-0. Laten we gewoon simuleren naar januari. En kijken hoe we er dan voor staan. En het is januari 2025. Ik ben benieuwd. Bart Ramselaar is zo te zien geblesseerd. Geraakt. En ik zie allemaal minnetjes. Het ziet er niet al te best uit. We zijn afgezakt naar vierde plek. En we doen nog wel mee in de top 3 in ieder geval. Spelers zijn lekker aan het groeien. Noosa is al 79. Dus dat gaat de goede kant op. We zijn wel uitgeschakeld uit de Conference League helaas. Maar dat is misschien maar voor het betere. Ramselaar ligt er ook echt uit voor 2 maanden. Taai seizoen. Laten we kijken of we er het beste van kunnen maken. Juni 2025. Oftewel het einde van seizoen 2. Ons team ziet er goed uit. Novoa is 80. Noosa is 80. Ook Ramselaar is weer terug, dus dat scheelt ook. Hebben we de top 3 nog kunnen halen? We zijn vierde geworden achter PSV, Feyenoord en Ajax. Maar een heel belangrijk tussenseizoen, denk ik. Want nu hebben we spelers die boven de 80 algemeen worden. En ook zo te zien heeft Bajčetić zich weer bijgepakt. Ik denk dat seizoen 3 een hele belangrijke wordt voor ons. Seizoen 3 en we hebben een groot probleem. Bart Ramselaar is er vandoor gegaan. Hij heeft gewoon zijn contract ontbonden. En dat laat ons met een gat hier. En natuurlijk kunnen we hem weer terughalen. Maar ik denk dat het tijd is voor een upgrade. Dit seizoen hebben we 44 miljoen naar budget gekregen. Dus dat moet zeker goed komen. Ik denk dat het tijd is om een nieuwe ster binnen te halen. Op die centraal aanvallende middenvelder positie. En jongens, 76% van jullie is nog niet geabonneerd. En het is Pato-cember. Wat betekent dat ik om de dag een video post. Dit zijn in ieder geval de mensen die wel zijn geabonneerd. En abonneer even, want dan kom jij in een video. En dan kunnen wij samen de 50.000 abonnees halen voor 2024. Dat zou toch vet zijn. Wat dacht je van deze Andreas Sheldroep? 21 jaar, 83 algemeen. En ze willen maar 34 miljoen voor hem. Wat dacht je van 37 miljoen? 40 willen ze. Als Nederlander wil ik er natuurlijk zoveel mogelijk van afhalen. 38. Dat accepteren ze. En dan willen we ook gelijk met hem in gesprek. Want anders zijn we misschien te laat. Maar gelukkig zijn we dat niet. En halen we dus Andreas Sheldroep naar FC Utrecht. En of wij een nieuwe ster hebben binnengehaald. Onze hoogste rated speler. Hij heeft 98 snelheid. Het heeft ons wel bijna al ons geld gekost. En ik denk dat de rest in contracten gaat zitten. Dus het was de enige transfer die we dit seizoen konden doen. Maar ik denk wel een hele belangrijke. En ik ben benieuwd wat we kunnen doen tegen een club als Feyenoord. Als we de wedstrijd simuleren. Dus laten we dat gewoon proberen. We winnen 2-0. Misschien betekent dat wel dat dit ons seizoen wordt. De volgende wedstrijd is meteen tegen Ajax. Een hele goede test in de Arena. Is dit FC Utrecht er klaar voor? En toen ineens brak Ajax door. Oh, daar gaat Akpom met heel veel snelheid. En dan het snifje over de keeper heen. 1-0. Dankzij Tsuba Akpom. Daar komt Berghuis. Schuift hem langs de keeper. 2-0. Maar snel daarna deden we wat terug. En Sagir voorbij zijn man gedribbeld. Ben Sagir. En daar is de aansluiter. 2-1. Maar Ajax bleef kansen creëren. Al tussendoor Forbes. Redding. Tackle is goed. De bomen legt hem terug. Akpom zelf, oké. Maar toen kregen we een corner mee. Noosa. Sheldroep! Oh, op zijn debuut. Tegen Ajax scoort hij een omhaal. Avila legt hem terug en dan de kans en dan de redding. Is heel belangrijk. Nu dan Novoa. Novoa tussen iedereen door. Daar is Sheldroep! Nope. Oh, wat een redding. Van Roelie. Kijk hoe blij ze zijn met hem. Ja, dat snap ik. Hoekschop, laatste minuut. Noosa. Daar is Sheldroep. Nog een keer, ja. Andreas Sheldroep is de held van Utrecht. In de allerlaatste minuut scoort hij uit een corner. En zo eindigt deze wedstrijd. En daar is de held van de avond. Andreas Sheldroep. Wat een debuut en wat een begin van het seizoen. Winnen van Feyenoord, van Ajax. Wie kan ons nog tegenhouden dit jaar? Behalve onze groep in de Europa League.
Spurs is een hele pittige. En dat is ook meteen onze eerste wedstrijd in de Europa League. Dus ja, ik ben benieuwd of we hier wat tegen kunnen doen. Maar al vroeg in de wedstrijd krijgt Tottenham de eerste kans. Bentancur naar de andere kant. Solomon over de keeper heen. En dan is het 1-0 voor Spurs. Maar we komen al snel met een tegenkans. Sheldroep. Kan die hem doorgeven? Nova, hakje en dan prachtig gedaan. En dan is het 1-1 dankzij Novo. Sheldroep krijgt hem aangespeeld. Sheldroep, 2-1. Utrecht staat voor tegen Tottenham. Maar toen gebeurde er dit. Oh, Bentancur wordt neergelegd en dan is het een penalty. Núñez tegenover Branderhorst. Núñez scoort, 2-2. Bajcetic doet het weer. Zoals hij dat al in het begin van de aflevering doet. Hij is weer terug. Madison legt hem af. Daar is dan Bentancur. Schot geblokt, maar het is nog niet voorbij. En dan is het weer 3-3. Wat een wedstrijd hebben we hier, zeg. En zo eindigt deze wedstrijd in een 3-3. 3-3 tegen een van de grootste clubs in Engeland. Dat is niet niks. We moeten ons wel meer gaan focussen op de Eredivisie, want... Ja, we staan nu vierde. NEC staat eerste. Dit is een goed seizoen om te testen of we mee kunnen doen voor die Eredivisie-titel. En anders wil ik het nog wel een seizoen geven. Laten we in ieder geval simuleren naar het einde van dit seizoen. Het is juni 2026. En dat betekent het einde van het seizoen. Ons team is bizar gegroeid. Wat is hier gebeurd? 86 Sheldonop, 84 Novo en 84 Nusa. En ook Bajcetic is nu 83 algemeen. Maar is het genoeg om de Eredivisie te winnen? Dat is het niet. We komen 1 punt tekort. En in de Europa League verliezen we in de voorronde tegen Club Brugge. Seizoen 4 en dit moet ons jaar zijn. We hebben een budget van 57 miljoen. En ik wil eigenlijk op zoek gaan naar een nieuwe rechtsachter. Wat dacht je van deze 21-jarige Rico Lewis? Die we voor 41 miljoen binnen weten te halen. En met Rico Lewis in ons team ziet het er al een stuk beter uit achterin. Alleen we moeten echt op zoek naar een nieuwe keeper. Want dit kan niet meer. Maar ja, ik heb het grootste gedeelte van ons budget opgemaakt. Dus we hebben nog maar 10 miljoen. Het is nu gewoon een kwestie van geduld. En de spelers laten groeien. Maar ik denk dat we dit jaar wel kunnen concurreren voor die Eredivisie-titel. Dus laten we daarvoor gaan. En dus wil ik simuleren naar het einde van het seizoen. Het is juni 2027. Dit is het seizoen dat wij die Eredivisie moeten pakken, toch? We worden weer derde. Dit team trouwens is ook echt bizar. Goed, we hebben in ieder geval ons doel nog niet gehaald. Dus we gaan door, maar... Hoe ver kwamen we dan in de Conference League kwartfinale uitgeschakeld door Liverpool? Wat doet Liverpool hier? We hebben wel onze eerste prijs gewonnen, namelijk de Oranje Beker. Dus die kunnen we in ieder geval in onze broekzak steken. Maar het doel is nog steeds die Eredivisie-titel. Volgend seizoen misschien beter. Seizoen 5, 78 miljoen. Laten we gewoon een van de beste keepers ter wereld binnenhalen. Wat dacht je van Ederson? Zijn contract loopt bijna af, dus voor 25 miljoen halen we Ederson naar de club. Ederson is in ieder geval een flinke upgrade. En nu houden we nog iets meer dan 40 miljoen over om een van onze twee centerbacks te vervangen. Zou ik te denken aan een Virgil van Dijk, maar ja, die is oud ondertussen. Sven Bobman ligt gewoon buiten ons budget. Weet je waarom niet? Laten we Jorel Hato binnenhalen voor 31 miljoen. En daarmee is ons budget zo goed als op. Ons team ziet er wel echt belachelijk uit. Na het oplossen van een aantal contracten was het tijd om te simuleren naar het einde van het seizoen. Juni 2028. Einde van het seizoen en ons team is nog bizarder geworden. Sheldroep is nu gewoon 92 algemeen. Dat is echt wauw. Eerst eens kijken bij die Oranje Beker. Want die winnen we. We toppen de Europa League groep. De laatste 16 winnen we van Roma met strafschoppen. De kwartfinale winnen we ook van Zagreb. Maar de halve finale verliezen we van Feyenoord. En Dortmund wint in de finale weer van Feyenoord. Oh, Feyenoord. Maar het ging om de Eredivisie. We zijn in ieder geval top 5. 4. Verschil op Feyenoord winnen wij de Eredivisie en halen wij deze challenge. Dit is het team waarmee we het hebben gedaan. En jongens, laten we afspreken 5000 likes. En ik maak een deel 2 waarin we gaan proberen om de Champions League te winnen. En klik hier als je wil zien hoe ik Ajax heb gered.